Wij hebben met de buurt Burendag gevierd. Oké. Ja, we hebben een hele grote brunch georganiseerd. Okay. En wijkbewoners mochten daar vrij aan deelnemen. Ze konden zich daarvoor opgeven of spontaan binnenlopen. En heel veel wijkbewoners hebben dat ook gedaan. Daarbij wilden we graag van de gelegenheid gebruik maken dat er zoveel mensen waren om een mozaïekbank te maken met de buurtbewoners. Met het idee van allemaal een steentje bijdragen. En we hebben gekozen voor de regenboog, omdat die een beetje symbool staat voor hoop. En verbinding. En verbinding, ja. En dat vonden we erg leuk. Ja. Als kinderactiviteit hebben we het stenen laten schilderen. Die ze zelf bij de opening van de buurttuin, want dat hebben we ook vandaag gedaan. Dat ze die zelf mochten plaatsen als opening van onze buurt- en pluktuin. Ja. Goedemiddag, dames en heren. Ja, het klimaat verandert. We zouden zeggen, van, ja, eigenlijk moet het ook vandaag heel mooi weer zijn. Want zomers wordt het steeds warmer en 's winters wordt het zachter. Maar dat levert allemaal extreme regenbuien op. En daar moet je met elkaar wat aan doen. En daar doet de gemeente Almelo heel veel voor. Ja, want daar wordt veel voor geïnvesteerd. Dat doet het waterschap, is daar heel erg streng mee bezig. En strikt mee bezig. Maar uiteindelijk gaat het om dat je dat met elkaar allemaal doet. Want de inzet van de inwoners in elke gemeente hebben we gewoon hard nodig om ook met elkaar dat klimaat aan te pakken. En wat is er dan mooier dan geveltuintjes en wat is er dan mooier dan met elkaar zo'n mooie buurttuin te maken? Ik vind het schitterend dat er zo'n buurttuin is en dat er een pluktuin komt. En wat is dan leuk om even thuis een bosje bloemen te plukken voor thuis. Er kunnen nog, het zei Hans ook al, nog veel meer stenen uit. Dus misschien ontstaat er ook nog wel een idee voor een moestuin of zo. Dat kan ook nog, hè? Dat zou ook nog kunnen. Of een tuin met kruiden die je kan plukken om je eten mee te maken. Met rozemarijn en met... daar komt er ook allemaal nog bij. Ik vind het heel erg mooi dat dit zo gebeurt. Ik vind het ook heel erg mooi dat er nou zeg maar binnen allemaal zakken klaar liggen waar mensen planten krijgen om een geveltuintje mee aan te leggen. Waarmee we de buurt gewoon gezelliger en groener maken. En hopelijk draagt dat blij aan een nog leefbaarder klimaat in deze wijk. En het feit dat jullie allemaal daarin betrokken zijn en hopelijk er steeds meer mensen betrokken bij raken. Dan moet het gewoon groeien tot iets heel moois. 5, 4, 3, 2, 1, 0.